U kunt nu kijken naar een verslag van de vandaag gespeelde partij in de schaak-2-kamp die gehouden wordt in de KRO-studio tussen Jan Timman en Garry Kasparov. Dames en heren, goedenavond. Vandaag, na de rustdag van gisteren, alweer de vierde partij in de KRO schaak-2-kamp tussen wereldkampioen Garry Kasparov en Jan Timman. Tot nu toe een prachtige match met als stand 2-1 in het voordeel van de wereldkampioen. De partij van vandaag, een hele lange, maar ook een hele spannende, want voor de tijdcontrole van 7 uur kwam Kasparov in een enorme tijdnood. Hij redde het net en na 7 uur speelden beide spelers door tot de klok van 9 uur, want op dat moment werd vanavond de partij afgebroken. Voor de analyse van de partij van vandaag, het woord aan Hans Beum. Hans, was het een mooie partij? Het was een hele mooie partij. Lange tijd zag het erna uit dat Timman het onmogelijke ging presteren vandaag. Hij kwam na een boeiende opening en een gecompliceerde middenspelfase tot een positie die hij via ingenieuze manoeuvres bereikt had, tot een stelling die hem redelijke winstkansen bood. Hoe dat allemaal in zijn werk ging, laten we u nu in chronologische volgorde meebeleven. En we beginnen daarom bij het begin. In deze vierde partij was iedereen benieuwd of het theoretische meningsverschil tussen Kasparov en Timman uit de tweede partij verder uitgevochten ging worden. En ja hoor, Kasparov opende weer met D4 en in een razend tempo kwam de dame Indische opening op het bord. Wie zou het eerste afwijken van die tweede partij, die Kasparov zo overtuigend won? Nog steeds ontrolt die partij zich op de reeds bekende wijze voor uw ogen. De loper werd verjaagd, nog verder teruggedrongen en het paard kwam naar E4. Op dit moment begon Kasparov lang na te denken. Het was de negende set en in die tweede partij kwam die verrassend met paard D2. Dat paard werd geslagen, u weet dat nog wel misschien, een pionnetje. De loper kwam in te staan, die ging weg. En met H4 greep wit over die H-lijn en overigens over het hele bord, zoals later bleek, het initiatief. Hij dacht nu niet minder dan 25 minuten na en speelde het gebruikelijke dame C2. U weet het nog wel, het paard werd geslagen door de loper die daarmee de koning aanvalt. De loper gaat eraf en vervolgens ontwikkelt zwart zich verder met D6. Wit valt het paard aan op E4, twee keer, u ziet wel, door de dame en de loper. En dat kan zwart dekken door F5. Waarmee zowel de pion als de loper het paard dekt. Die loperlijn onderbreekt wit weer op zijn beurt met D4, D5. Nog steeds is deze stelling bekend, want hier had Ribli al eens tegen Vaganian in de wedstrijd Rusland tegen de rest van de wereld, Londen 1984, de goede zet paard C5 gespeeld. Weer gaat wit thematisch op die koningsvleugel te werk met H4. Maar dit keer hoeft zwart die H-lijn niet aan wit te laten. Want hij kan met G4 zowel de H-lijn dicht laten als ook het paard verdrijven. Dat paard dat gaat naar het centrale veld D4 toe. Valt daarmee twee keer pion E6 aan. En dus dekt zwart die pion op E6 nog een keer. 40 minuten lang dacht Kasparov hierna. De stelling was al een keer voorgekomen in het Hongaarse kampioenschap tussen Varazdi en Lukacs. En zwart bleek een goede stelling te hebben. Kasparov vindt dus een nieuwtje. Na 40 minuten speelt hij korte rokade. En nadat Timman zijn B8 paard ontwikkeld heeft en Kasparov geslagen had op E6 en Timman natuurlijk teruggeslagen, verwachtte iedereen dat Kasparov het paard zou pakken op E6. Maar weer kwam er een grote verrassing, namelijk loper maal F5. Waarmee Kasparov dus een stuk offert. Hij heeft mooie lijnen met zijn beide lopers. Het paard ging terug naar G7. En er kwam de volgende verrassing, want niet de pion werd geslagen op G4. Maar Kasparov die ging achter de koning aan met loper G6. U ziet wel, de koning staat schaak. Die koning moet weg naar D7. En vervolgens speelt Kasparov F3, waarmee hij de toren op de dame zet en zelfs nog een stukje verder dreigt te gaan, zodat die koning op D7 helemaal in het gevaar komt. En wit heeft goede aanvalskansen voor dat stuk.
Even kijken naar de zwarte mogelijkheden. Het paard op A6 kan keurig netjes naar C5, waar het de centrale velden E6, E4 en D3 onder controle heeft. Verder, die loper op B7 staat er wat inactief, evenals het paard op G7 dat een zuiver verdedigende functie heeft. We laten de partij hier weer voor wat die is en de algemene beoordeling van de vele experts uit de verschillende landen in de persruimte luidde gemiddeld onduidelijk. We beëindigen hiermee deze animatie. We maken weer onze traditionele sprong in de partij en wel naar de 31ste set van zwart. Even wat stellingskenmerken. U ziet dat paard heeft zich keurig netjes op C5 geposteerd. De loper heeft zich omgespeeld naar de koningsvleugel en het paard staat hier nog steeds wat toe te kijken. Wanneer we de stukken tellen, zien we dat zwart 3 stukken heeft en wit maar 1, een loper op G3. Dus zwart heeft 2 stukken meer voor, wat is dan de compensatie, 4 pionnen. Wit heeft er 7, zwart heeft er 3. Dat is niet voldoende compensatie. Wat wel gevaarlijk is, dat zijn die oprukkende pionnen hier in het centrum. En dat was dan ook waarom Kasparov niet 1, maar uiteindelijk 2 stukken geofferd had. Hoe gaat wit nu die pionnen op laten rukken? Nou, dat ligt voor de hand met E6, E7. En hoe gaat zwart dat dan tegen? Dat is de vraag. Kasparov zat hier in grote tijdnood. Zijn vlaggetje begon al omhoog te kruipen. Timman had nog een dik kwartier. Hij besloot tot het teruggeven van 1 stuk voor 2 pionnen. En deed hij als volgt. Paard maal D7. Dat paard moet natuurlijk geslagen worden. En hiermee is de kracht uit dat pionnenblokje gehaald. Timman valt die pion aan. En wat blijkt, zou Kasparov dat pionnetje dekken, dan springt het paard naar F5 en alles komt in te staan. Razendsnel speelde Kasparov toren E6. De enige manier om de strijd gaande te houden. Hij dreigt op zeer korte termijn onder de voeten gelopen te worden. Zou zwart ogenblikkelijk die toren slaan, dan komt D5 maar E6. En weer hebben we dat vreselijk gevaarlijke pionnenblokje. Dus dat moet zwart niet doen. Opmerkelijk was hier dat Timman a tempo, terwijl hij nog een kwartier had, a tempo loper H5 speelde. Dat is niet goed. Hij had loper F5 kunnen spelen. En hij zou een gewonnen partij hebben gekregen. En het zou 2-2 hebben gestaan. Ogenblikkelijk. Want u ziet wel, de toren staat nu 2 keer aangevallen en maar 1 keer gedekt. Dus de toren zal weg moeten. En gaat de toren bijvoorbeeld naar E7. Dan slaat zwart de pion. En wat blijkt? De toren dekt het paard. Het paard dekt de loper. En de loper dekt de toren. Alles staat keurig netjes gedekt. En zwart blijft een stuk voor. Goed. We zetten dat weer even razendsnel terug. Niet zo snel als de computer, echter. De loper trok Timman dus terug naar H5. En Kasparov liet die toren instaan, speelde loper E5. Goed. Timman slaat nu wel die toren, maar nu blijkt het verschil tussen de loper hier en hier. Want na toren H6, en dat was een fantastische manoeuvre toch eigenlijk, dreigt het paard geslagen te worden en de loper staat er niet meer gedekt. Dus de loper zal weg moeten, maar zodra we bijvoorbeeld de loper naar G4 spelen, komt de toren op G6 en valt 2 stukken aan. En halen we de loper naar een ander veld, D1, ik noem het nou maar iets, dan krijg je toren H7. En vanwege die penning over de 7e rij zal zwart een stuk verliezen. Dus Timman besloot, nu wel na enig nadenken, tot het teruggeven van zijn 2e stuk met loper F7. U ziet wel, nu kan wit slaan. Dat deed hij natuurlijk ook. Lopermaal G7. En gelukkig kon zwart toen met lopermaal D5. Dankzij de aanval van de toren op de loper, die dus teruggetrokken moest worden, zijn pionnetje achterstand terugpakken op A2. En aldoende verkregen de spelers een materieel gezien exacte gelijke stelling. Het was jammer dat Timman op dat moment de winst gemist heeft. De partij ging rustig verder. Het was 7 uur en beide spelers bleven doorgaan om te kijken wat er in deze gelijke positie nog te behalen viel.
Oké, Hans, bedankt voor deze analyse. Vanavond, ik zei het al, om 9 uur werd de partij afgebroken. Jij zet nu de stelling op het bord waarin dat gebeurde. Wat verwacht je van het eindresultaat van deze partij? Wel, alvorens een goed oordeel te geven, zal ik even razendsnel die situatie opzetten. Dat is zo, het is een torenijspel zoals u ziet. Wit staat weliswaar een pion achter, maar het is een theoretische stand. En het materiële plus is niet voldoende om te winnen. Dus mijn oordeel is remise. Hans, bedankt. Tot morgen. Morgen alweer de 5e partij van KRO Schaak 2 Kamp. U bent dan morgenmiddag weer van harte welkom in de KRO-studio. In de bovenkantine kunt u de partij volgen met een analyse van grootmeester Hans Ree. En in de Studio 1 kunt u natuurlijk de wereldkampioen en Jan Timman in levende lijven zien. Wij zijn er morgenavond weer met de analyse van Hans Beum. Dat zal zijn een beetje aan de late kant op het andere net, Nederland 1. Na Studiosport van 12:30 tot 12:50. Tot dan, goedenavond. Einde van deze KRO-uitzending. Graag tot morgen.